landschapsontwerper die ontwerpt met de natuur aan zijn zijde als partner. Als je de tuinen van Piet binnentreedt, dan kom je in een levend kunstwerk. Het heeft wel te maken met een soort schoonheid, verborgen schoonheid vaak. Kijk, dit is nou echt een heel mooi gezicht. Zoals het licht erop valt, en dat bedoel ik, het zijn gewoon momenten. Je kunt niet alles elk moment van de dag als mooi ervaren, maar met het licht erop, dan zie je ook hoe fantastisch die gouden kleuren spreken. Piet Oudolf is een tuin- en parkontwerper, maar hij is ook een groot plantenkenner, een kweker en hij is ook een groot kunstenaar. Het is volkomen afgestorven, maar het is een landschap op zichzelf. En anders te zeggen, ja, wat doe je ermee? En had het maar teruggeknipt. Maar als je daar toch schoonheid in kan zien, dan heb je dat toch weer mooi meegenomen in je leven. Als je van zulke kleine dingen nog iets kunt maken. De creatieve industrie, waartoe ook natuurlijk design behoort, is zo belangrijk aan het worden voor de Nederlandse economie dat het door de regering is uitgeroepen tot sleutelgebied. Net als een sector waar we van nature al sterk in zijn, bloemen en planten. Een landschapontwerper en tuinarchitect als Piet Oudolf staat dus eigenlijk in beide werelden. En toch komt zijn naam niet meteen naar boven als je denkt aan Dutch design. En dat dat volslagen onterecht is, zal ik proberen duidelijk te maken. Ten eerste natuurlijk omdat Piet Oudolf een naam is die in hetzelfde rijtje wordt genoemd als beroemde Nederlandse architecten als Rem Koolhaas en Ben van Werkel. Zo werd hij dit jaar nog genoemd in de top 100 van meest creatieve en innovatieve mensen ter wereld. Naast bijvoorbeeld kunstenaars als Damien Hirst, u weet wel, met die diamanten doodskop, laatst nog gezien in het Rijksmuseum. En Jonathan Ive, de hoofdontwerper van Apple, ook al geen kleine jongen. Maar belangrijker vind ik eigenlijk nog wel dat Oudolf een van de moeilijkste beroepen uit de vormgevingswereld heeft. Landschapontwerpers en tuinarchitecten moeten namelijk ontwerpen met levend materiaal. Daar waar andere vormgevers prachtige dingen kunnen maken met dood materiaal als metaal, glas, hout, stof, noem maar op. Zijn werkterrein is eigenlijk het plantenmateriaal. Daar, hij denkt uit die materie. Hij heeft daarvoor ook hele specifieke ideeën over de schoonheid en de werking van planten. Als je je planten kent, en ik denk dat ik er heel wat ken ondertussen, en je bent bezig zoals ik bezig ben de laatste jaren, dan dat je heel erg de natuur als een soort voorbeeld ziet voor je werk, die inspiratie, dat natuurlijke gevoel, dat beeld, kan ik heel goed terugbrengen in situaties. Dat het je herinnert aan natuur. Het is geen natuur. Het is eigenlijk een soort, ja, getemde natuur, zei een goede vriend van mij ooit. Een van zijn laatste werken, de aanplant van de High Line in New York, vind ik fabelachtig prachtig. De High Line is een oud spoorwegtraject die ophield te bestaan in 1982. Het ligt 9 meter boven de grond en het loopt eigenlijk over de daken in Chelsea. Het was een buurt waar eigenlijk het nachtleven zich afspeelde. Daarna is het eigenlijk een beetje in verval geraakt. Wat je zag toen wij daar de eerste keer opkwamen, dat was graffiti en planten. En nooit heeft iemand er wat mee gedaan. Er is een soort nieuwe natuur ontstaan door de zaden die daar aanwezig waren of daarin vlogen. Daarvan moest men beslissen, ruimen we dat op, halen we het weg. Er zijn twee jonge mannen geweest die hebben gezegd, we willen daar eigenlijk een park op aanleggen. Zij hebben dus een project opgestart om die highline te behouden. Ja, dat is ook naar New Yorkse begrippen revolutionair. En onderdeel van een grote vernieuwing in het denken over Manhattan als landschap.
Als je dus op de haarlijn loopt en je ziet wat je gedaan hebt na 4 jaar... verdomme dat ik dat mag maken, hè? Dat ik dat hier heb gemaakt, juist op deze plek. Ik had het voor niks willen doen, denk je dan. Dat ik daarvoor betaald ben. Maar ja, als ze me niet betalen, kan ik niet eens overleven. Dus het heeft toch wel weer verband met elkaar. Ik heb nog wat kladpapier van hoe het proces van ontwerp in elkaar gaat. Dus dat is mijn onderliggende papier. Kijk, en dan ga ik daar bovenop. Ga ik dan allemaal deze dingetjes tekenen. Dan heb ik het patroon eronder. Zie je? En dan gaan we allemaal van die dingen erin tekenen. Hier heb ik mijn lijst met planten. Die schrijf ik op. Die moeten over deze hele lengte gebruikt worden. Dus dan begin ik met het bovenste, bij wijze van spreken. Die zet ik dan zo hier neer. Daar nog wat, daar nog wat, daar. En ga ik af en toe even een kleurtje geven. Dan zie ik het ritme. Dan denk ik, oh, dat komt daar, daar, daar. Dat lichtblauwe moet ik dan ook even zien. Waar komt dat terug? Want het moet natuurlijk niet dat alles op een hoop zit. En dat komt daar aan het eind niet meer voor. Dat moet gewoon door blijven gaan. Als ik een naam noem, dan zie ik een plaatje. Als ik een zeg Echinacea, zie ik een bloem vormen. Zie ik een hoogte vormen, zie ik een bloeitijd vormen. Het verschijnt meteen een soort in het hele vierdimensionale perspectief voor mijn geest. Dus dat zie je bij elke plant. En dat is makkelijk. Een tuinarchitect, een landschapsontwerper, die ontwerpt met de natuur aan zijn zijde als partner. En die partner laat zich niet de designwetten voorschrijven. Misschien dat deze winter alles doodvriest. Misschien ook niet. Misschien was het wel daarom dat een van de andere beroemde collega's van Piet Oudolf, Mien Ruijs, inmiddels overleden, de rechte lijn introduceerde in onze tuinen. Bielsemien was haar bijnaam, omdat ze de spoorbiels als eerste gebruikte in haar tuinontwerpen. En ook de grindtegel is een idee van Mien Ruijs. Een landschapsproject, wat zeker ook het vermelde waard is, is bijvoorbeeld de Groene Kathedraal van de kunstenaar Marinus Boezem. Die maakte met 178 populieren de kathedraal van Rijms na in de polder bij Almere. 2009 was het jaar van creativiteit en innovatie in Europa. Maar het was ook het jaar van Darwin, de beroemde bioloog die ons wees op de oorsprong van planten en dieren en het belang daarvan. Het zou daarom misschien geen gek idee zijn om in een wereld waarin inmiddels meer dan de helft van de mensen in steden leeft en we de band met de natuur dreigen kwijt te raken, we ontwerpers als Piet Oudolf vooraan zetten als het gaat om het ontwerpen van onze leefomgeving. Hij heeft de Battery aangeplant, dus dat is eigenlijk de zuidpunt, de westelijke zuidpunt van Manhattan. Dat is ook de plek waar de Nederlanders ooit aan wal zijn gekomen. Het was een bestaand park, wat eigenlijk heel erg verwaarloosd was. En daar ben ik toen ook bij betrokken geweest, eigenlijk een jaar na het rampjaar, 9/11. We hebben dus de Gardens of Remembrance. Dat was eigenlijk een soort tribute voor alle slachtoffers van 9/11 en de familieleden. Een soort mooie lange strook langs het park aan de Hudson-kant waar we een tuin gemaakt hebben. Het is een gebied zo gestrest eigenlijk door alles wat er doorheen loopt. Het geeft zoveel druk aan planten dat je het vrij stevig, solide op moet bouwen. En dat heb ik daar wel gedaan. Het werkt wel, maar het is heel anders dan. Het heeft niet het natuurlijke aspect of dat wilde van wat de haarlijn heeft. Tijdens het ontwerpproces heb ik geconstateerd dat mijn fantasie de waarheid overstijgt. Dus ik zie hele visioenen, fantastische dingen. En dan denk ik later, ja, dan als ik dat ga analyseren, dan denk ik, ja, is het wel zo fantastisch? En dan komt het weer terug naar dat ik soms wat dingen eruit moet halen. Want dan denk ik, nee, dat kan helemaal niet. Dus ik overstijg mijn eigen kennis. Je kunt eigenlijk niet direct begrijpen het ingewikkelde systeem van de compositie. Want daarvoor heb je die kennis nodig. En die is nog niet zo eenvoudig. Het treft je heel direct.
Maar om werkelijk te begrijpen hoe die compositie in elkaar zit en waardoor dat effect optreedt, dat is nou juist zijn grote en hele specifieke talent. Ik heb soms angst voor bepaalde dingen die ik gedaan heb. Ik denk, werkt het wel zo? En ik had ze anders willen doen. En uiteindelijk werken ze zo goed dat ik dacht, verdorie, dat is toch wel... Maar het is niet te zeggen waar. Ik heb zwakke plekken, denk ik, die er als beste uitkomen. Daar waar je een tuin binnentreedt en als die is vormgegeven door iemand zoals Piet Oudolf, kom je bijna in een soort van niet bestaande droomachtige werkelijkheid die tegelijkertijd werkelijkheid is, want hij bestaat. En het is dus alsof je een kunstwerk binnentreedt. Je staat er niet alleen voor en je kijkt ernaar, maar je bent erdoor omringd. Het is driedimensionaal en de tuin is in zekere zin, zou je kunnen zeggen, een theaterstuk. En de seizoenen en de planten voeren ieder seizoen dat toneelstuk opnieuw op. En dat bedoel ik met toneelstuk iets heel wezenlijks, want het gaat om een levend kunstwerk. Het gaat niet om een dood kunstwerk. Ik ervaar het bijna elke dag als ik thuis ben, loop ik er doorheen. Maar toch, elke keer als ik hier ben, heeft het... En dat begrijp ik zelf niet eens, dat het me nog steeds boeit. Je zou toch zeggen, het moet je toch op een gegeven moment gaan vervelen. Maar er is echt niks dat me verveelt. Maar dat is waarschijnlijk ook dat het elke dag anders is. En dat je dit moment misschien maar een paar keer per jaar hebt en dan volgend jaar weer. En elk moment door het seizoen heb je maar een paar keer. Het is elke dag anders.